Goedemorgen. We zijn ietsje later gestart in verband met de aankomsttijd van onze keynote van morgen. Je gelooft het niet, maar ze komt met de auto. Oké, ik heet u een hele goede morgen en ik heet u van harte welkom op dit symposium over ICT en duurzaamheid in het hoger onderwijs. Mijn naam is Anwar Oseiran, ik ben directeur van SARA, lid van Klimaatraad en voorzitter van Green IT Consortium Amsterdam. Ik ben vandaag uw voorzitter. Het doet me veel genoegen om te zien dat we vandaag wederom in grote getalen naar dit derde Green IT Consortium symposium op een rij zijn gekomen. De belangstelling is enorm, met een groei van 100 aanmeldingen in 2011 naar 120 vorig jaar en nu maar liefst meer dan 150 aanmeldingen dit jaar. En deze derde editie van het symposium wordt wederom georganiseerd door SURF in samenwerking met Agentschap NL en de Special Interest Group Groene ICT en Duurzaamheid. Dit jaar organiseren we bovendien samen met de studentenorganisatie Morgen een aparte track speciaal gericht op studenten. Het congres wordt bewust hier in het duurzame congrescentrum Antropia gehouden. Zoals u misschien weet worden de leveranciers van Antropia gevraagd om aan te tonen dat ze klimaatneutraal opereren. En ze worden bewust dus geselecteerd op hun duurzaam ondernemen. En bezoekers worden met kortingen gestimuleerd om met de OV te komen. Ik heb even gekeken of ik met korting naar hier kon komen, maar de afstand voor mij was te klein om er gebruik van te maken. Ik hoop voor u dat u dan vooral vanuit Groningen, ik zag mensen uit Groningen, dus dat loont de moeite. Voor alle congressen biedt Antropia de mogelijkheid om CO2-uitstoot te compenseren. En daar hebben wij uiteraard voor u allen gebruik ook van gemaakt. U heeft dus wederom allen vandaag een zogenaamde green seat van ons gekregen. Oké, het belang van duurzaamheid is al lang niet alleen gekoppeld aan het milieu, maar zeker ook aan economische en sociale motieven. De Wereld Economische Forum in Davos van vorige week heeft duurzaamheid als een centrale randvoorwaarde voor hernieuwde groei gesteld. De wereld moet de huidige sociale, economische en ecologische uitdagingen herkennen, samen zoeken naar innovatieve manieren om de economische dynamiek te herstellen en maatschappelijke veerkracht versterken door middel van slim en vooral duurzaam beheer van grondstoffen. Dat is eigenlijk al bijna de derde jaar op een rij dat duurzaamheid op de Wereld Economische Forum echt centraal wordt opgesteld. Men kijkt ook naar milieuvervuiling, wat kan je nou doen? En dat is direct gekoppeld aan economie. Zoals u weet, Wereld Economische Forum's focus is op economische groei en economische stabiliteit. En nu is het eigenlijk, ik zou kunnen zeggen, van de focus is puur op de recessie. En inderdaad, de focus is ook op de recessie. Maar je ziet gewoon dat er heel veel nadruk wordt gelegd op de link tussen duurzaamheid en hoe kom je dus nu uit de economische recessie. Men spreekt nu al over de nieuwe economie, dat is gewoon de groene economie. In tegenstelling tot de nieuwe economie van 2007, toen men sprak over de ICT-economie die dan uiteindelijk in een bubbel geëindigd is. Alright. Een ander interessant signaal uit Davos is de roep om circulaire aanpak van de groeiende economieën in Latijns-Amerika. Dit in tegenstelling tot de historische inefficiënte take-and-dispose aanpak van het verleden. Dus gewoon consumeren en dan weggooien. In tegenstelling hiervoor dan kan je praten over circulaire aanpak, hergebruik. De Forum, dus de Wereld Economische Forum, ziet in een circulaire economie een kans voor de Latijns-Amerikaanse landen om hun economieën duurzaam te laten groeien, maar wel met behoud van hun unieke ecologische schatten. We hebben met z'n allen heel veel eigenlijk zorgen over wat gebeurt er nu in Brazil, wat gebeurt er nu met het Amazon-gebied. Als je dan gaat kijken naar de
Het economisch probleem wat die landen hebben, het is eigenlijk een heel lastig probleem. Want als je kijkt naar de business case is heel lastig. Omdat, juist vanwege schaarste aan grondstoffen, is de prijs van grondstoffen behoorlijk gestegen. En als je dan de strategie volgt van take and dispose, we zijn nog niet, we zijn alles zover, dat die strategie te duur is. Dus als je take and dispose, dus gewoon grondstoffen uit de grond halen en dan verbruiken en alles weggooien, dan is de business case voor de Latijns-Amerikaanse landen is eigenlijk voor de hand liggend. Van we doen gewoon mee. Eigenlijk de uitdaging, niet alleen maar daar, maar ook hier in Europa, is hoe kan ik nu tot een verstandig besluit komen in de zin van we gaan hergebruiken. Zeker als we met z'n allen weten dat de grondstoffen, dus de hoeveelheid grondstoffen die in de wereld aanwezig is, is eigenlijk beperkt. En de Wereld Economisch Forum in 2011 heeft al voorspeld dat in 2030 al, er is groot tekort aan energie, groot tekort aan water, groot tekort aan grondstoffen. En men voorspelt instabiliteit in de wereld. Dus hier wordt er eigenlijk een lans voor gebroken om te werken aan een cyclische economie waar men heel veel meer gebruik maakt van hergebruik van grondstoffen. Door hergebruik kan je eigenlijk, en dat is dan het interessante aan de presentaties en tijdens die forum, is dat men probeert de Latijns-Amerikaanse landen met name, want daar groeit de economie ook heel snel, van als je dat doet, dan kun je wel degelijk groeien, maar je behoudt je schatten, je ecologische schatten, en je behoudt ook je grondstoffen in de grond. Oké. Een andere interessante gebeurtenis vorige week was de opening van het Global Sustainability Solution Center in Haarlemmermeer. Wie weet van deze opening? Niemand. Daar moeten we iets aan doen. Ik ben er wel zelf geweest en ik vond het heel interessant. Eigenlijk boeiend en zeker voor ons ook hier. Dit is het eerste van 3 Global Sustainability Solution Centers verbonden aan de Arizona State University. Nou, de andere vraag, wie kent de Arizona State University? Prachtig. Nou, mooi. Het schijnt een van de grootste, misschien grootste universiteiten in de Verenigde Staten. En daar is er een, volgens mij, Waldon familie. Dat zijn de eigenaren van Walmart. Die kennen we ook, dus een hele grote keten in Amerika. Die hebben dus behoorlijk sommen geld ter beschikking gesteld aan goede doelen. En een van de goede doelen, dat is duurzaamheid. En ze doen het netjes, want ze doen het samen met de ASU, de Arizona State University. En ze hebben gevraagd aan de Arizona State University om het geld goed te gebruiken voor duurzaamheid. En daar is er een keurige comité voor opgesteld en die hebben een keurig plan gemaakt. En het plan behelst het formeren van een aantal Global Sustainability Solution Centers. Dus we gaan proberen de wereld te verbeteren, de duurzaamheid dan te introduceren. En hoe doen we dat? Dan gaan we 3 centra in de wereld opzetten. Eentje in Europa, eentje in China en eentje in Latijns-Amerika. Ja? Nou, fantastisch. Haarlemmermeer heeft zich ingespannen en ze hebben het binnengehaald. Vind ik fantastisch voor Haarlemmermeer. Zeker fantastisch ook voor Nederland. Dat is echt een prestatie. En dat is het eerste centrum wat opgezet is in de wereld. Daar zijn nog 2 te gaan, die moeten nog geformeerd worden. De doelstelling is ondersteuning van duurzaamheidsactiviteiten in de regio. Dus de bedoeling van die centra is, je geeft een voorbeeld, je gaat in de regio zitten en je probeert samen met de regio dus duurzaamheidsproblemen te identificeren en samen met de regio die problemen proberen aan te pakken en op te lossen. En het doel is ook het delen van best practices. Best practices die dan ontwikkeld worden of bekend zijn. En het delen van onderzoek met wetenschappers, docenten en studenten van de ASU.
En mijn vraag, nou, volgende vraag is, wie heeft nou contacten met onderzoekers in de Azië op het gebied van duurzaamheid? Niet, dus. Dus dat is eigenlijk, daarom heb ik ervoor gekozen om dat hier mee te nemen. We hebben dus nu niet alleen maar een goede link met Azië, maar we hebben ook een centrum, zeg maar, hier, niet zo ver van, hier vandaan, waar dan een structurele link wordt opgezet met de Azië en waar wij dan, ja, het is een kans voor ons om ook met hen samen te werken. Ik heb die mensen ontmoet, heel aardig, heel beleefd, heel deskundig. En ze zijn heel erg gemotiveerd en ze waren erg enthousiast dat ze in Nederland mogen beginnen. En we zijn de eerste, dit is het eerste centrum, dus eigenlijk een grote kans voor ons om er een grote succes van te maken. Dus dit biedt ook voor ons een heel interessante mogelijkheid om binnen het hoger onderwijs met de ASU hieraan samen te werken. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen of met de organisatie rechtstreeks of via ons dan proberen in contact te komen. Ik ken die mensen inmiddels dus en wij kunnen u ook introduceren. Maar ik vind het wel het moeite waard om dat te vermelden. Alright. Volgende slide gaat over wat wij dan binnen SURF doen op het gebied van duurzaamheid. En dat is qua coördinatie en planning. Dus binnen SURF is groene ICT en duurzaamheid een speerpunt in het meerjarenplan 2011-2014. Het gidsteam, dus groene ICT en duurzaamheid binnen SURF, is al een paar jaar bezig met een gemeenschappelijke lijn voor groene ICT binnen SURF te ontwikkelen met het doel duurzaamheid in en duurzaamheid door ICT binnen het hoger onderwijs te stimuleren en te bevorderen. En de activiteiten van SURF, werkmaatschappij en platformen op het gebied van groene ICT en duurzaamheid met elkaar af te stemmen, dus we proberen dat gezamenlijk af te stemmen, en duurzaamheid binnen het bedrijfsvoering van SURF en het hoger onderwijs te bevorderen. Er zijn dus drie vlakken proberen we aan te werken. En kijken we eerst intern ook binnen SURF, wat kan je nou eraan verbeteren? Hoe kan je nou samenwerken en synergie realiseren? En aan de andere kant uiteraard met onze doelgroep, met onze gebruikers, met onze zeg maar, achterban, proberen we dus te kijken hoe wij dan u dan binnen het hoger onderwijs van dienst kunnen zijn om te helpen best practices te verzamelen en dan ook te helpen adviseren, te helpen ook informatie collecteren is ook heel belangrijk. Data, dus welke data hebben we dus nu binnen het hoger onderwijs op het gebied van gebruik van energie, op het gebied van CO2-uitstoot en maatregelen die genomen moeten worden om zeg maar CO2-uitstoot te verminderen en ook energie te besparen. Vele van deze activiteiten zullen vandaag gepresenteerd worden. Ik zou heel graag ook een beroep op u willen doen als u dan behoefte hebt om meer informatie te krijgen. Graag. U kunt mij benaderen, u kunt Gerard benaderen. Iedereen binnen SURF weet er ook van, dus u kunt ook SURF rechtstreeks benaderen. En dan vragen om meer informatie en indien u voorstellen hebt, dan horen we dat ook heel graag. Oké, het belooft dus een inspirerende dag te worden met plenair, een start en een slot keynote. En daartussenin hebben we 2 keer 5 parallele sessies met uiteenlopende thema's en ruim 30 sprekers. Vorig jaar heb ik gekeken, hadden we iets van 20 parallele sessies. 20 sprekers, ja, 20 parallele sessies, dus 20 sprekers. Maar het waren 4 parallele sessies en nu hebben we er 5. En die sprekers zijn niet alleen maar van binnen het hoger onderwijs, maar ook van daarbuiten. En de thema's van de parallele sessies, ziet u hier op de slide, die gaan over vergroenen van en vergroenen door ICT, innovatie in het hoger onderwijs, duurzame ICT-beleid en curricula. En zoals reeds gemeld, een studententrek over ICT en duurzaamheid. Ik ben er heel blij mee. Wie is hier van de studentenorganisatie morgen? Prachtig. Alleen maar 2? Nog wel. Maar er komt er nog meer. Ik heet u van harte welkom. Het doet me veel deugd om u dan hier zo ons te zien.
En ik zou heel graag willen zien dat daar heel veel vanuit studenten ook aangestuurd wordt binnen het hoger onderwijs. Dat we niet alleen maar, laten we zeggen, proberen te coördineren, maar ook dat er initiatieven ontstaan. En dat we kijken hoe wij dan zowel onderwijs innoveren als een onderwijs zeg maar duurzamer maken. Eerst, alle presentaties zullen zo spoedig mogelijk online worden geplaatst. Ja, dus dat hopelijk in de cloud dat u dan die presentaties kunt downloaden. En het is een volop programma, dus iedereen wordt vriendelijk verzocht om zijn keuze of haar keuze dan vooraf te maken en op tijd naar de zaal te gaan. En wat ik begrepen heb is dat vol is vol. U wordt ook vriendelijk verzocht het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten. U kunt het symposium mee twitteren via SGI 2013. En SGI staat voor Surf Groene ICT 2013. Rest mij u allemaal een duurzame, plezierige en vooral vruchtbare dag te wensen.